Waar ben jij, lieve schat? Waar ben jij, lieve schat? Is dat hem? Zou hem best kunnen zijn. Draait hij zich om? Ja, hij draait zich om. Het is hem. Yes! Oh my god, ik heb gewoon gegokt. Ik heb gewoon gegokt. En ik wist het gewoon. Damn! De moordenaar gokken. Gaat. Welkom bij een nieuwe video. Het is jouw favoriet. Het is jouw favoriet. Het is mijn favoriet. Wij gaan vandaag een murder mystery doen. Ik garandeer jou dat ik in ieder geval één keer de moordenaar ga zijn. Het gaat weer super lachen worden. Smash dat duimpje omhoog. Het zou super dope zijn als we de 2500 likes zouden kunnen halen. En dan gaan wij nu meteen naar de eerste game. Ja, de game. Wij beginnen gewoon onschuldig. Een beetje een lekker rustig beginnetje van de dag. En ik vind dit een leuke map. Ik vind dit een leuke map, moet ik eerlijk zeggen. Ik ga ook echt mijn best doen. Wat? Is hier gewoon een zombie? Pikman, jij hoort in de Nether te zitten. Wat doe jij hier? Ga snel weg. Hij is ook helemaal vertiend. Ik kan de Nether nergens vinden. Wow. Als jij de moordenaar bent, hè. En onschuldige zombie Pikman is vermoord. Ik weet je te vinden. Oh shit, er gaan mensen dood. Was dat de zombie Pikman? Nee, oké. Hij was het. Sowieso dat hij het is. Of niet? Nee, hij is het niet. Shizzle. Oh my god, dit is het hele idee van Murder Mystery. Je weet niet wie het is. Oké. Okay. Ik ga gewoon wat gold verzamelen en dan zie ik het allemaal wel. Ik zie het. Zie ik het allemaal wel? Ik weet het niet. Ik ben bang. Er zijn nog maar 8 overlevenden. Dit is echt. Dit gaat mokersnel. En ik heb mijn gold nodig. Het is Red Eyes. Is het toch Red Eyes? Ik dacht al dat het Red Eyes was. Het is Red Eyes. Hij is daar. Ah! Hij is daar. Ren, zombie Pikman, help mij. Doe het. Ah! Waarom wilt hij achter mij aan? Ik weet dat ik een mooi billenachterstelsel heb. Maar dat betekent niet dat je de hele tijd achter me aan moet rennen. Oké. Okay. Shit, shit, shit. Ah, man. Ik moet hier niet naar de uitgang gaan. Want dat is levensgevaarlijk. Heeft hij me gezien? Heeft hij me gezien? Shit, hij is aan het kijken. Verstop je, Wouter. Hier. Ja, perfect is het verstopplek. Oh shit, hij komt niet deze kant op. Ik heb nog 1 nodig. Nog 1. Oh, kom op. 1 gold. 1 gold. Ja, ja. Lekker. Lekker, Wouter. En nu doen we net alsof we niets hebben. We komen hier gewoon van, hey, kom hier. Zombie Pikman checken, maar eigenlijk ga ik je vermoorden. Ik miste. Hoe de heck mis ik dat? Oh, grutjes. Oh, jee. Oké, ik ga hier. Ik hoop dat ik niet dood ga. Please. No. Oh, hij kan door de deur heen gooien? What? What? Je kunt door de deur heen? Mes door de deur heen gooien? Hoe dan? Ik dacht, ik zit gewoon veilig en ik zat ook veilig. Maar je kan blijkbaar zwaarden door de deur heen gooien. Ik moet even bekomen van die schrik. Ik ben echt meteen dan van... Ja, ik zit in zo'n modus dat ik denk van... Dat is niet eerlijk. Ik had gewoon dit kunnen winnen. Maar helaas, het bleek niet zo te zijn. Oh. Mensen gaan dood. Ik... Mij niet vermoorden, hè? Hé, meneer. Meneer, ik zie je wel. Ik heb al 4 gold. Ik ga echt lekker. En dan ga ik gewoon hierin. Niemand zet ook dit ding aan. Nu ben ik bang om er overheen te gaan. Kan iemand alsjeblieft, dank u, de trap activeren? Dan kan ik in ieder geval veilig oversteken. Daar gaat het maar om. Oh, daar gaat de gold. Daar gaat de gold. Oké, er zijn nog 11 mensen levend. Ik heb de tijd. Ik ga even wat goldjes verzamelen. Dit komt helemaal goed. Iedereen valt naar beneden. Waarom vallen ze allemaal naar beneden? Er is geen reden. Want er zit gewoon een cooldown op dat ding. Dus je kan gewoon precies timen dat je niet naar beneden valt. Maar oké, weet je, des te meer mensen doodgaan, des te beter. Nee, dat is helemaal niet beter voor mij. Ik moet juist, we moeten met z'n allen overleven, jongens. Oeh, kijk, daar is... Oh shit, hij is het, 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 hij is het. Toch? Of is het iemand die nog verder stond? Ik vertrouw hem niet. Ik vertrouw hem niet. Ja, ik wist het! Zag je dat zwaardje? OMG, ik wist het. Hij vermoordt gewoon iedereen. Snel, weg hier. Oh, ik had gehoopt dat hij naar beneden viel. Ah, yes, we hebben gewonnen. Ik dacht, ik lok hem achter mij aan en misschien valt hij naar beneden. Nou, uiteindelijk viel hij niet naar beneden, maar hebben we alsnog gewonnen. Woehoe! Ik had nog maar 2 gold nodig, maar whatever. We gaan gewoon meteen in die nieuwe matchen. Hoeveel procent hebben wij kans? We hebben 19% kans om detective te worden en een 10% kans voor de moordenaar. Oké. Ik wil die 10%. Ik wil die moordenaar worden. Dat is altijd zulke leuke gameplay. Come on, gun hem broeder. Gun hem broeder. Oh, ik ben weer onschuldig. Waarom ben ik altijd zo onschuldig? Ik ben zo'n onschuldig persoon. Ik doe nooit iets verkeerd. Nee, dat is een beetje het idee van onschuldig zijn. Ja, goed gezegd, Wouter. Goed gezegd. Oké, we gaan gewoon gold fixen. Wij gaan die gold fixen. Waar is de... Oh, ik heb al gewonnen! Ik ben de beste man in deze game. Ook al heb ik niets gedaan, maar ik heb wel gewonnen. Boeia. Weer onschuldig. Please. Mag ik eens een keer een moordenaar zijn? Ik zou zo graag een moordenaar willen zijn. Ik weet dat ik het goed kan. Ik heb bijna altijd dat ik wel win. Ik denk dat ik echt wel iets van een 75% winpercentage heb. Hij ziet er wel heel erg verdacht uit. Waarom loop je achteruit? Dat is zo weird. Ik zie je wel.
Ik zie je wel. Ah, hij ziet er ook al verdacht uit. Oh, die Steve ziet er ook al verdacht uit. Waarom rent die Steve achter die andere dude aan? Oh, shit. Oh, my god. Er is al iemand dood. Ze is dood. Damn. Dat ging weer heel snel. Maar hey, ik vind het prima. Want hoe sneller het gaat, hoe meer kans ik telkens heb om de moordenaar te worden. En dat wil ik graag. Want hoeveel procent kans heb ik nu? Ik heb 13% kans op de moordenaar. 24% kans op de detective. Come on. Come on, Wouter. Jij kan dit. Oh, er is hier gewoon een parcours. Oh, daar kom ik echt pas net achter. Of niet? Is dit een parcours? Ik denk het wel. Woe! Ik ben detective. Kijk, dat is al leuker. Dat is al leuker dan, dan onschuldig zijn. Het is niet het meest ideale, want ja, je kan nogal verrast worden. De hek? Oh, iemand viel naar beneden. Ik dacht ook al. Hoe ben je nu al vermoord? De gast heeft nog niet eens zijn zwaard. Oké, snel wat drinken. Oeh, invisibility. Kijk, kijk. Hier ga ik mijn voordeel mee doen. Nu weet niemand waar ik ben. Oh! Ik zou gewoon naakt kunnen rondlopen hier. En niemand weet het. Dat is ook wat ik heel graag zou doen. Maar laat ik dat voor deze keer maar niet doen. Ja, ik weet niet waar die is, jongens. En waar is überhaupt de hele mensenmassa? Want ik wil een beetje bij de mensenmassa blijven. Dan kan ik tenminste zien wie er rondloopt. En wie er eventueel gaat vermoorden. Oh shit, er ging net weer iemand dood. Oh, en daar ging die bijna naar beneden. Oké. Is dit een slimme plek voor mij om te blijven? Ik weet het niet. Er gaan intussen namelijk mensen dood. En ik moet die mensen beschermen, oké? Ik moet ze beschermen. Ja, waarschijnlijk was hij daar wel ergens in die gangenstelsel aan het rondlopen. Shit, mensen gaan dood. Ik hoor iedereen doodgaan. En ik heb nog niemand zien doodgaan. En ik heb niet eens iemand ergens zien liggen. Dus dat zegt misschien wel ook wel genoeg over waar die dan kan zijn. Ik neem even een mystery potion. Gun een broeder invisibility, please. Blix, blix, blix. Yes, nice. Oké, come on, come on. Waar ben jij, lieve schat? Waar ben jij, lieve schat? Is dat hem? Het zou hem best kunnen zijn. Draait hij zich om? Ja, hij draait zich om. Het is hem. Yes, oh my god. Ik heb gewoon gegokt. Ik heb gewoon gegokt. En ik wist het gewoon. Damn, de moordenaar gokken gaat goed. Oh, ik heb hem niemand zien vermoorden, jongens. Dit is gewoon mijn instinct. On point. Waar ik die moordenaar vermoord, jongen. Oh, wat lekker. Wat lekker. Holy guacamole, hé. Hoe doe ik dat? Op de een of andere manier ligt deze game op mij zo goed. En ik weet niet waarom, maar ik vond gewoon hoe die omkeek en naar me keek. Ik dacht van, hey, dude, zo kijk je niet naar mij. Nee. Zo kijk je niet naar mij. Oh my god. Dit was zo geniaal. Oké. Hier zijn wel heel veel mensen. De kans dat één van hun een moordenaar is, is best groot. Kijk, dat bedoel ik. Uh-oh. Wegwezen. Hij wilt ons. Oh shit. Ah! Nee! Het loopt dood hier. Shizzles. Dat zegt ook niemand tegen mij. Oh, crap. Ik ken die mappen nog niet zo heel goed, maar... Oké, 19% op de moordenaar. Come on. Gun een broeder die moordenaar. Oh, oké, we gaan dit doen. Ah, crappy. Weer onschuldig. En dit is wel een lastige map, vind ik. Want ook toen ik hier detective was, je hebt zoveel hoekjes. Dat het zo lastig is om net even die moordenaar te zien. De kans is wel heel groot dat hij hier is. Want hier zou ik persoonlijk ook zelf mensen gaan vermoorden. Dus, ja. Twee mensen dood. Hier liepen ze net twee mensen naar binnen. Zijn die dood? Nee. Oh shit, detective is dood. En detective is opgepakt. Oké, dat is dus hier ergens. En op wie schiet jij dan? Wie is het? Jij weet wie de moordenaar is. Is hij het? Nee, hij is het niet. Dude, je bent de detective. Jij moet ons helpen. Polluted pumpkin. Oh, we hebben gewonnen. Nou, zo makkelijk kan het gaan. Come on. Gun die broeder. Moordenaar. Oké? Gun mij. Ik wil moordenaar zijn. Ik heb waarschijnlijk nu 20% kans of zo. Hoeveel heb ik? 13? Huh? Zo net was het een stuk meer. Waarom is het opeens minder geworden? Ik heb helemaal niets misdaan. Wat heb ik fout gedaan? Ik snap er niets van. Oh, weer onschuldig. Come on. Wij willen in ieder geval onze kijkers gewoon de moordenaar... Ah, gold. Oh shit, de moordenaar gaat meteen hard. Is dat hem? Nee, waarschijnlijk niet. Want meestal rennen... Moordenaar is je wel achterna. Oh, ik zag hem veel te laat. Dat was echt heel erg zonde. We gaan gewoon nog een mapje in. Kom op. 17% kans murder. Come on. 17%. Percent. Oké. 17% kans moordenaar. Ah, yes! Dankjewel. Dank u. U was een prachtig publiek, maar nu ga ik u vermoorden. Oké. Dit moeten we goed gaan doen, jongens. Ik hou altijd van eerst een beetje rust in het spel. Gewoon lekker rustig. La 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 la. We zijn hier gewoon een beetje gold aan het verzamelen. Niets aan de hand hier. Er is hier niets aan de hand. Heb je iemand die... een potion neemt. Hupsakee. Oké, we hebben al een paar kills. Hupsakee, nog een kill. Oké, rustig. De detective has left. What? De detective denkt gewoon, man, deze moordenaar is zo goed. Hier kan ik gewoon niets tegen doen. Oké, ik neem snel invincibility. Oké. Dat was later iets chiller geweest. Oh shit, hij was ook echt de detective. Damn, de timing is goed vandaag.
Het is wel een lastig gangetje hier, moet ik zeggen. Het is een lastig gangetje. Dus we gaan maar gewoon even wat mensen halen. La-di-da-di-da. La-di-da-di-da. Oh shit, hij sprong over me heen. Hij gaat voor de boog. Oh, niet vandaag, vriend. Niet vandaag, vriend. Dat is mijn boog. Mijn boog. Oké, mogen dat even duidelijk zijn. Alright, oké. Oké, nog 4 mensen over. Kom op, come on. Oh, a player has picked up the bow. Oké, nu wordt het interessant. Ik moet nog 3 mensen vermoorden. Oké, snel. Geef een mystery potion. Shit, blindness. Oh, dat kan ik niet gebruiken. Oké, even wachten. Nog 1 seconde. Oké, chill. We moeten nu wel wat mensen gaan vermoorden. Come on. Ik verwacht haast wel dat er hier iemand is. Holy shit, wat miste ik vaak. Nog 2 mensen over. Hier is 1. Oké. En een kompas heb ik voor de laatste. Ik wil hier niet overheen springen dat het fout gaat. Ja, hij weet sowieso al dat ik de murderer ben. Is hij hier? Hij is hier, dames en heren. Tot ziens. Dank u wel voor het spelen. En Wouter heeft weer gewonnen. Holy guacamole. We winnen gewoon deze shit, jongens. Oh my god, we gaan nog 1 potje doen. Gewoon als ode voor hoe chill het ging vandaag. Want ik heb als detective heb ik hem vermoord zonder dat ik überhaupt zag wie het was. Ik heb hem zelf vermoord. Als dit niet een duimpje omhoog waard is, dan weet ik het ook niet meer, mensen. Dan weet ik het ook niet meer. Oh, en we zijn nog een keer de detective. Oh, wat een heerlijke aflevering vandaag, jongens. Ik ben helemaal blij. Hopelijk jullie ook. Oké, we moeten dus nu gewoon in ieder geval goed opletten. Het zou heel lullig zijn als we nu doodgaan door de moordenaar. Maar het lijkt er niet op. Hij rent wel heel erg achter hun aan. Juist. Waarom zit jij zo te kijken, roze vriend? Oh, lol. Hij heeft gewoon een ding vast in zijn handen. En ik heb hem vermoord. Want zo gaat dat. Holy guacamole. Guys, ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je hem vet. Smash dan even dat duimpje omhoog. Check elke dag om 5 uur mijn nieuwe video. En check ook mijn nieuwe kanaal. Je kan hem vast wel ergens in de beschrijving vinden. Ik heb een nieuw kanaal waar ik onder andere vlogs, challenges en allemaal dat soort leuke dingen ga uploaden. Dus check dat ook zeker. En dan zie ik jou morgen gewoon weer bij een nieuwe gaming video. Tot morgen, mensen. Ciao.